Ja, dit is de testfase eigenlijk alweer, Jos. Dus als je nu dan de vraag zou moeten beantwoorden van Veenendaal wordt vooral geassocieerd door veel mensen met de kerk. Is dat terecht? Ja, ik denk inderdaad dat dat terecht is. Maar dit wordt vaak als nadeel gezien, maar het kan ook zijn voordelen hebben. Toen ik in het begin kwam, werd het inderdaad, ik ben zelf van katholieke huizen, werd het mij wat aangerekend, want men had toch wat moeite daarmee. Was voor mij tegelijkertijd een uitdaging, juist omdat ik weet wat religie voor iemand kan betekenen, om daar wat mee te doen. En ik moet dan toch zeggen dat in de loop van de jaren er steeds meer samenwerking ontstaan is, ook tussen de kerken. Ik wil niet zeggen dat de grenzen echt vervagen, maar er wordt wel heel wat samen aangepakt. Het grote voordeel van Veenendaal vind ik daarin dat het toch allemaal wat kleinschaliger is. De contacten wat intensiever zijn. Dat betekent ook dat mensen sneller naar elkaar omkijken en daar meer wat mee doen. En daarom zeg ik van, het heeft misschien wel eens een stempel. En bij sommige dingen kan het ook wel eens best een nadeel zijn, waardoor dingen bepaald niet kunnen. Maar over het algemeen heeft het wel ermee te maken dat het Veenendaal een daardoor toch wat kleinschaliger, maar heel wat contacten onderling heeft. En best een hele prettige bevolking heeft. En volgens jou is het Lampgietersfestival daar ook een voorbeeld van? Ja, nou ja, het feit gewoon van, wij hebben ook gezegd op het moment dat je dan zo'n feestweek zou organiseren, is het ook gewoon leuk. Juist omdat het karakter wat kerkelijk is ook, om dan ook een mooie drempel, echt een laagdrempelige viering te doen. Ecumenische viering in de tent van de Lampengiet bijvoorbeeld. Dat is een aantal malen gebeurd en dat werd ontzettend gewaardeerd. Dus dat betekent dat een heleboel mensen dat ook gewoon leuk vinden en toch het prima vinden om met elkaar in de keuken te kijken.